laten we eens afspreken. Ja, welkom bij een praatje over Surfing Solar, Smart Searching en Snappy Suggestions. Ik ben Valerie Valkenburg-Gibson en ik zal eerst wat over mezelf vertellen. Ik woon in Almere, ik heb een groot gezin. Ik werk al 20 jaar in de IT en ik heb mij de laatste jaren vooral verdiept in het zoeken en het vinden. Ik werk bij Finalist als Drupal developer en ik heb ook al vaker gesproken met eerdere Drupal Jams, op de balkon zelfs. Dat was wel een, in de coronatijd, dat werd gestreamd, vond ik niet een groot succes. Want dan heb je toch mij minder interactie met het publiek. En ik ben ook in begin dit jaar uitgenodigd om te spreken op een Drupal Camp in Oslo, maar helaas ging dat niet door, dus hopelijk op een ander moment dit jaar. Wel door gaat. Ja, zoals gezegd, ik heb dus vorig jaar ook gesproken op Drupal Jam. Wederom over Drupal en Solar. Toen ging het over het tonen van externe content in, geïndexeerd door Solar, maar wel tussen de gewone Drupal zoekresultaten. Nou, die sessies zijn helaas niet bewaard gebleven. En ik sprak toevallig laatst iemand in de techtop die zei, ja, zo jammer, want ik had het gezien. En ik dacht, oh, dat is precies wat ik nodig heb. En toen ging ik op zoek naar een praatje om ergens te vinden. Dus, voor de belangstellende, stuur mij een veelgevraagde feature. Nou, waar gaan we het vandaag over hebben? Vandaag gaan we meer hebben over Solar, minder over Drupal. En dan wil ik jullie vooral meenemen in de Solar Admin Interface. Ik merk vaak als ik met collega's samen aan het werk ben, dat het scherm nogal wat aversie oproept of zelfs kortsluiting kan veroorzaken. Dat het eigenlijk vrij eenvoudig is en ook heel nuttig als je weet hoe je het kunt gebruiken. Nou, dus we gaan het hebben over die Admin Interface. We gaan het, daarbij hoort ook indexeren, queries uitvoeren, laat zien hoe je facet geresumeerd krijgt, spellcheck, Solar principe, de analyze stap. Ik ga uitleggen wat filters zijn en dat doe ik dan aan de hand van stemming. En eigenlijk kom je dan al gauw uit bij AI, want ja, als we dit zo hebben doorgenomen, zijn we eigenlijk in de vogelvlucht over Solar heen gegaan. Maar soms heb ik het idee dat we worden ingehaald door de realiteit, omdat ons leven razendsnel en radicaal aan het veranderen is door de komst van AI. En dan rijst eigenlijk de vraag, zoeken. Gaan we nog zoeken? Of doet AI het straks allemaal voor ons? Hoeven we zelf niet meer op zoek te gaan? Kortom, worden wij overbodig? Nou, dat is een vraag die jullie jezelf misschien ook wel stellen. En wij niet alleen. Ik denk dat dat ook menselijk is en realistisch. Want waar staan we over 5 of 10 jaar? Hoe ziet ons leven eruit? Waar ben ik dan in dat geheel? Nou, daar zou ik graag wat meer de diepte in willen gaan. En ook wat input van jullie willen krijgen. In het laatste deel van de sessie afhankelijk van hoe het tijd niet is. En daarvoor wil ik jullie vragen om vast in te loggen op Slido of Slido, ik weet niet hoe je het zegt. Dat is hier. Voor straks en tussendoor even wat vragen in te vullen. Zal ik dat even zelf doen? Want we moeten namelijk even wachten en dan is het leuk als je het weer mee kunt doen. Zo. Nou, maar eerst die admin interface. Ja, ik kan uiteraard niet alles bespreken wat we gaan zien. Daarom zal ik me op de relevante onderdelen richten. Nou, dit is de Solar Admin Interface. Wat zien we hier? We zien, kijk hoor, is het zichtbaar? Ja, is het groter? Is het leesbaar? Beter, hè? Ja. Links zien we wat gegevens van het systeem, de server, de versie van Solar. Rechts nog wat CPU-informatie, dat soort dingen. In overview.
Links de login tab. Hier kun je kijken of er wat aan de hand is met je setup. Je kan dat ook nog op verschillende niveaus verfijnen. De security tab. Hier kun je eigenlijk een soort rollen- en rechten systeem inrichten. Een beetje zoals we gewend zijn in Drupal. Als je mocht je andere gebruikers met meer of minder rechten toegang willen geven, dan kan je dat hier inrichten. Ik gebruik het eigenlijk nooit, want mensen kijken er überhaupt niet naar. Maar het kan dus. Een thread dump om te kijken hoe dat allemaal geregeld is. Maar ook hier kijken we eigenlijk nauwelijks naar. Nou, dan komen we aan bij de core. Even kijken. De core hier in overview zie je ook weer gegevens. Wederom van de Solar Server, waar het staat, waar het staat geïnstalleerd. En als je daar dan bij aankomt, dan is het natuurlijk belangrijk dat je gaat indexeren. Want daar valt of staat alles mee. Dat kan je op verschillende manieren doen. Eigenlijk zijn wij gewend om het vanuit Drupal te doen. Je gaat naar de Drupal site. Ik heb hier een hele mooie site aangemaakt met het Umami profiel. Met dus voorgekookte content. Nou, dit is een artikel dat ik zelf heb aangemaakt. Deze is aangesloten op de core. En hiermee kun je dus dingen indexeren. Nou, ik zal hem eerst even leegmaken. Dat doe ik meestal hier. De documents tab. Zo. Kijken. Nou, dan gooi ik hem leeg. Deze. Voor selecteren. Wow. En dan gooi ik hem leeg. En nu, als ik ga kijken, staat er niks meer. Wow. Helemaal leeg. Nou, hoe ga ik dan indexeren? Ik kan dat doen. Ik zou dat kunnen doen met Rush. Ik zal het ook even iets groter maken, zodat het wat beter leesbaar is. Zo. Rush. Safi. S. Eerst even verifiëren. Nou, hier denkt hij nog dat er 40 items in staan, omdat ik het vanuit de Solar admin heb geleefd. Dit nu herstart. Of een reset. Zo. En ik ga het nu indexeren. Hoppa. Dan zul je zien dat hier dus nu 40 documenten staan. Nou, ik kan ook nog externe content erbij zetten. Zoals ik vorig jaar dus in mijn plaatje heb gedaan. Daarvoor heb ik iets klaargezet. Dit ding. Dus dat is gewoon platte JSON. Die zet ik erin. Hoppa. Oh. Dit moet ik niet vergeten. Zo. En dan kun je nu zien, net waren het 40 items. En als ik nu ga kijken, zijn het er 70. Dus die zitten erbij. Nou, als ik meer wil legen, kan ik dat natuurlijk doen met Rush. Wat ik eigenlijk heel vaak doe. Clear, staat hier clear. Wat zei je? Misschien ook dat er wat in zit. Ja, is het nog niet goed? Voor mij wel. Kijk hoor. Ik kan het wel nog één keer. Nee, oké. Zo, is dat beter? Nog meer. Kijk hoor. Hoppa. Zo. Nou, nu is hij gekleerd en dan zul je zien dat Rush eigenlijk alleen maar zijn eigen Drupal content leegt. Want je ziet dat hier dus nog de externe content staat. Dus als je hem echt helemaal leeg wilt hebben, en dat kan soms wel handig zijn voor bepaalde opzetten, dan moet je dus echt op deze manier met deze delete query gaan legen. Zo dus. Nou, maar ik ga hem nog even vullen met onze Drupal content, want anders kan het niet verder. Nou, ik heb nu dus content geïndexeerd. En dan gaan we nu over naar het echt interessante deel, het queryen. Dit scherm ging vast wel en dit scherm veroorzaakt dan doorgaans de meeste kortsluiting bij veel mensen. De standaard query is gewoon toon mij alles, dat is dit. Maar je kan bijvoorbeeld ook zeggen, nou ik wil alleen maar, als je bijvoorbeeld een bepaalde node wil tonen, dan kun je daarop filteren. Dat doe je zo.
pakt, als je toevallig weet wat de node-ID is vanuit Drupal, kun je dat zo doen. Nou, dit is eigenlijk een query, een soort vergelijking met is gelijk aan. Zo. Hoppa. En dan heb ik alleen deze. Dus die toont mij node nummer 10. En dat is een recept. En in het Engels staat het daar. Dat is een is gelijk aan conditie. Je kan ook een bereik aangeven. Bijvoorbeeld, zoals je had gezien, waren dit allemaal recepten. En nu wil ik eigenlijk een recept waarbij de cooking time, dat is deze, dat die, ik heb geen zin om langer dan 15 minuten ergens mee bezig te zijn. Dus dan doe ik dat zo. Hiermee geef ik bereik aan en dan toont hij mij alleen de recepten. Nou, dat zijn er 4. Die niet langer dan 15 minuten duren. Kijken of zo korter dan 15. Nee, het is echt allemaal 15 minuten. Daarmee geef je bereik aan. Nou, als je bijvoorbeeld zeker wil weten dat een veld is gezet. Bijvoorbeeld, ze hebben niet allemaal een blaadje. Dus laten we deze dan doen. Dan doe je dat zo. Dus die mag niet leeg zijn. Nou, er zijn 37 items met een plaatje. Wil je bijvoorbeeld eigenlijk gewoon dat hij dit veld niet heeft? Stel dat we het zo doen. Hij mag geen cooking time hebben. Zo. Dan zet je er een uitroepteken voor. En dan toont hij alleen... Oh, dit gaat niet. Oh, pardon. Zo. En dan zie je dat er 20 content items zijn, documenten, zonder dit veld. Nou, dus dat is eigenlijk een is not set vergelijking maak je hier. Nou ja, als ik hier dan, dus dit, dit is queryen. En dan ontkom je eigenlijk niet aan het wat meer weten over de veldnamen. Want dit zijn ook een beetje, waar slaat dit nou op? Deze voorvoegsels en... wat betekent het eigenlijk? Dat is heel eenvoudig. De S staat voor het type veld. Dit is een stringveld. En daarachter staat of het een single veld, value veld is of een multiple field. Daar staat die M dus voor. Dus hier, dit is een tekstveld. En dat is een multiple field. En dit hoort ook nog bij het feit dat het een tekstveld is. Hetzelfde geldt hiervoor. Dit is een stringveld en het is een single. Hij heeft altijd maar één plaatje. Dus daar, zo kun je eigenlijk een beetje ontleden. Zonder te weten wat erin staat, kun je eigenlijk al zien door die voorslag wat voor veld het is. Hier bijvoorbeeld bij een dateveld, zie je, dit is de date van S. En het is een single veld, want er is maar één created date. Dus we zien, even kijken, ja, daarvoor ga ik, dat doe ik vanuit Drupal. Stel dat ik nu ik ga het veld number of servings toevoegen. En ik ga het veld ingredients toevoegen. Hoppa. Nou, als je hier number of servings, standaard wordt het een geel getal, prima. En de ingredients, eigenlijk wordt een tekenrace, maar laten we er eens een full text edge van maken. Hoppa. Dit zegt eigenlijk veel, dit is gekoppeld aan de filters waar ik straks op terug ga komen. Zo, ik zal het ook weer indexeren. Hij heeft de standaard gereset. Zo, en dan zul je zien dat die velden erbij zijn gekomen. Number of... Kijk hoor, wat was het? Field ingredient. Dat maar één keer gegeven wordt. En wat hadden we nog meer? De ingredients. Hoppa, nou daar had ik een text edge van gemaakt. En dan zie je dus, dat gaat hierover. En het is een multiple field, er staat deze M voor. En je ziet inderdaad, het is een array en hij kan dus meerdere ingrediënten hebben. Dus eigenlijk is die lelijke veldnamen zijn heel logisch als je snapt waar ze voor staan. Nou, dat ging over de veldnamen.
Nou, ga ik jullie laten zien de facets. Dat vind ik altijd een leuke. Je kan natuurlijk facettering geven, opgeven in Solr. Daar gebruiken we vaak een taxonomieveld voor, omdat je daar categorieën mee kan aangeven. Dat is bijvoorbeeld deze. Nee, dat is geen mooie. Deze. Dit is een tag name die op een recept zit. Nou, stel dat we een facet willen retourneren. En dat moet hiervan zijn. En ik wil niet... Nou, dat zal het eerst zo laten zien. Hoppa. Nou, dan zegt het niet zoveel, want je ziet niet zoveel. Maar stel dat ik nou even al die documenten niet toon. Hoppa. Dan zie je dat hij dit retourneert. Dus de facet query op basis van dit veld, die heeft deze... die stelt het allemaal bij elkaar op. En dit zijn eigenlijk de tag names die gegeven zijn aan de recipes. Nou, dit zijn allemaal dingen die via de API te raadplegen zijn. En normaal heb je natuurlijk de facets module die hier veelvuldig gebruik van maakt. Maar je zou dit ook zelf kunnen aanroepen in een eigen call naar dit endpoint dus. Dat ging over facet. Spellcheck, ja. Nou, dat is eigenlijk een principe in Solr. En die is bedoeld om de zoekervaring te verbeteren door automatische suggesties te geven voor verkeerd gestelde woorden in zoekopdrachten. Nog eventjes hierover. Wat moet ik hier nog zeggen? Ja, nee, dus ik ging hier nog een beetje snel overheen. Maar dit is het veld, hier toon je dus het aantal documenten mee en die staat standaard op 10. En heel vaak vergeet ik dat ik, dan zoek ik een item, dan kan ik het niet vinden. En dan moet ik bedenken dat ik deze eigenlijk bijvoorbeeld op 100 zou moeten zetten om alle items te tonen. Hij springt steeds tussen, kan je ook niks doen. Wat is er nou? Ja, hij zoomt steeds uit en dus wordt hier weer misschien dat iemand van de organisatie er is of zo. Door de bandwidth van de... Oké. Ja. Oké, daar heb ik zelf natuurlijk geen last van. dus dit is wel handig om alles te tonen. En het is niet aan te raden als je 10.000 items hebt, want dan wordt hij nog wat traag. Maar in deze aantallen is het prima te doen. Maar we gingen dus naar het spellcheckveld. Ik zet deze weer even uit voor het overzicht. Hier is het spellcheckveld. Is dus eigenlijk bedoeld om, als je verkeerde woorden intypt, om daar een verbeterde suggestie in te suggereren. Hoe werkt dat eigenlijk dan in Solr? Indexeren van een woordenlijst. Solr maakt een woordenlijst op basis van documenten die je hebt geïndexeerd. Dat zal ik zo meteen laten zien. En deze woordenlijst wordt gebruikt om suggesties te geven voor verkeerd gestelde woorden. Wanneer een gebruiker een zoekopdracht invoert, controleert de spellcheck-component, want zo heet dat, die controleert de ingevoerde woorden tegen de woordenlijst. En als er dan een spelfout wordt gedetecteerd, worden suggesties gegeven. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Ik heb hier in de Solr config extra. Hier configureer je dat. Dit is de spellcheck-component die ik net noemde. Ik heb daar een eigen spellchecker aan toegevoegd. Dat is de file-based spellchecker, dus die daarmee definieer je een, is het leesbaar? Een extra spellings. Wordt het groter of niet? Ik weet niet. Ja, proberen. Nou, hij wil dus niet in. Oké, okay, zo. Ja. Super, hè? Nou, dan heb je hier het spellingsdocument. Staat hier. Ik zal deze ook weer inzoomen. En daar kan ik bijvoorbeeld bijzetten finalist. Nou, ga ik dan moet ik het beelden. En dan zoek ik bijvoorbeeld op finalist. Oh, dat is verkeerd gespeld. Maar, waar komt hij dan mee terug? Oh ja, ik toont hij weer alle... Even niet alles tonen. Zo. En dan zegt hij finalist. Bedoelde u misschien finalist? Nou, deze kun je ook gebruiken. Ik zal nog een keer een woordetje sowieso fout spelt is sowieso. Ik ken bijna niemand die het in één keer goed spelt. Dus zoek je dan bijvoorbeeld op sowieso.
misschien sowieso. Ja, dat bedoel ik. Nou, dat is dus de spellcheck component. Oh ja, ook een leuke is highlighting. Ja. Kun je nog een bepaalde suggestie van de uitslag? Dat kan wel. Als je zou willen, als het op deze manier is opgezet, dan kun je die lijst bijwerken, ja. Ja, maar niet volgens als jij denkt dat het sowieso, dat ik probeer zo te schrijven. En je kunt hele domme dingen krijgen als ik zoek op Griekenland en dan staat er een Griekenland. Ja, precies. Dus zeker. Er is fine-tuning in aan te brengen. En ik heb het nu heel bazaal gedaan. Maar je kan dus hier de min query length en max. Dus dan kun je daar een soort verfijning aan geven. Op welk moment gaat hij dan dingen suggereren als je echt vier karakters fout hebt of op eentje maar. Dus op die manier kun je dat dan wel verfijnen. Even kijken hoor, ja, highlighting. Dat is deze optie. Nou, we zoeken bijvoorbeeld. Waar is deze al? Standaard. Zo. Stel bijvoorbeeld dat je in de titel willen we. We zoeken op ribs. Hier. Ik weet zeker dat het erin voorkomt. En ik wil graag dat die titel dus ook hier, dat het daarin wordt benadrukt. Gehighlight dus. Nou, gaan we kijken. Ja, hij heeft er eentje gevonden. En je ziet, de highlighted title is inderdaad het woord waar ik op zocht, is emphasized. Nou, dus dat is highlighting. Ook altijd leuk en ook wel veel gevraagd in zoekresultaten. Deze wordt eigenlijk niet veel gebruikt, merk ik. Ik vind het zelf wel een hele fijne tab, omdat je er veel mee kan. En dit correspondeert vooral met je schema. Het schema staat hier en hier staan alle velden. Die kun je op raadplegen en zien welke, bijvoorbeeld deze. Dit veld. Ik heb hier in mijn schema heb ik dit veld hier staan. Dit correspondeert dus met deze gegevens. Dit is mijn index, of de processen die worden uitgevoerd bij het indexeren, of filters moet ik zeggen. En dit bij het queryen. Nou, dan kun je dus zien, dit is mijn tekst.nl-field. En hier zie je welke filters er actief zijn. Hier, analyzer type is query. En hier zou eigenlijk nog analyzer type is index moeten staan. Weggevallen. Ik ga jullie nu tonen aan de hand van stemming. Dat is een filter. Wat er eigenlijk dan, wat je ermee kan doen. Nou. We gaan hier naar de Analyze tab en we zoeken dit veld op. Nou, ik kan dan op, als ik ga indexeren, kan ik kijken wat er gebeurt, maar we doen het even nu met queryen. En ik zoek bijvoorbeeld op een woord als vervelend. Nou, stemming is eigenlijk een, ja, wat is het? Ik zal het even uitleggen. Dat is dus een manier om woorden, op verschillende vormen van woorden te retourneren. Dus als je zoekt op vervoegingen, ja, dankjewel. Verveel me zo, dat die dan ook, die kinderen vervelen zich zo, dat die dat ook, dat die snappen dat het over hetzelfde woord gaat. Nou. Hier kun je zien welke filters. Kijk, dit is dus de query die ik nu ga uitvoeren. Wat gebeurt er dan? Hij gaat vervolgens deze dingen erover. En dan de Snowball Porter. En dat is eigenlijk de stemfilter. Die heet Snowball Porter. Nou, dan zie je inderdaad dat hij dat heeft gedaan. Dit is dus de standaard, de tokenizer. Vervelend. Daar maakt hij lowercase van. Het was al lowercase. Nog steeds vervelend. En wat als vervorming. Maakt hij er vervel van. Nou, vind ik niet echt een heel logische stam ervan.
dat heeft te maken met de snowballporterfilter, die dus eigenlijk standaard wordt gesuggereerd door Solar. Maar ik zou willen zeggen, doe dat niet, want er is een veel betere. En dat is deze. En die is gebaseerd op de Kraai-Polman algoritme. Daar zal ik zo meteen meer over vertellen. En die is eigenlijk veel beter. Dus mochten jullie dit ooit willen implementeren, gebruik dan deze set. Speciaal van Nederlands, toch? Ja, precies, ja. Hoe heet je dan? Ja, ga ik zo met de Kraai-Polman algoritme. Ik ga het zo meteen uitleggen, maar eerst moet ik even Solar herstarten, want dat duurt altijd een tijdje. Solar start. En daarvoor in de tussentijd, ik zal vertellen over die Kraai-Polman filter. Dat is dus een algoritme dat specifiek is ontworpen voor de Nederlandse taal om woorden terug te brengen naar een stamvorm. En dit helpt om varianten van een woord, zoals vervoegde vormen of meervoudsvormen, te reduceren tot een gemeenschappelijke basis, waardoor zoekopdrachten effectief kunnen worden uitgevoerd. Het algoritme is ontwikkeld door Wilco Kraai en Maarten Polman, vandaar de naam, en is populair in een raadsel waarom deze nog niet standaard erin zit. Ik zal overigens wel druk op het oor dat er een issue is om deze default in te stellen, maar ik zag hem nog niet gecommit. Is deze klaar? Nee, nog niet. Dan vraag ik jullie eventjes om vast antwoord te geven op de eerste vraag. Gebruik je zelf de Solar admin? En dan gaan we dan zo meteen, we zijn bijna klaar met mijn praatje, ga ik daar nog op in. Dus dat mag je hier gaan invullen. Even kijken op deze. Ja, deze is klaar. Hoppa. Ja. Zo. Gaan we weer zoeken op dezelfde tekst. Misschien nog even de QR-code. Oh, is de QR-code... Heeft niet iedereen hem? Dat weet ik. Ik wel. Heeft iedereen de QR-code? Ja, oké. Okay. Vervelend, hè? Zo. Dan zie je dat hij begint hiermee. Gaat hem tokenizen. Dan de lowercase filter. Heeft hij erover aan. Dus dat maakt hij dan klein. En een veel logischer verstand van het woord. Dus gebruik allemaal die Kraai-Polman stemming. Dan wil ik nog één ding vanuit Drupal laten zien. Daarvoor had ik dus mijn mooie artikel over H&M aangemaakt. Want ik wil nu gaan zoeken op een ampersand. Ik zoek en ik vind niks. Hoe komt dit? Dat komt natuurlijk omdat de ampersand normaal gesproken genegeerd wordt. Dus het is eigenlijk te kort. Processor voor en die heet Ignored Characters. Daar kun je dan het ampersand bij zetten. Zo. Hij gaat dan weer opnieuw af. Hoi, dan vindt hij hem. En wat heeft hij dan weggeschreven naar Solar? Dat is misschien ook wel interessant om te laten zien. Ik had eigenlijk even eerst bij hem. Wie wil zeggen, wie gebruikt het nooit? Zijn er mensen daar? Of soms? Na drie vragen gaat het over naar betaalde kaart. Ja, waar wonen de freckles? Oh ja, ook echt een hele goeie. Ik denk dat dat... zeggen. Denken jullie dat dat gaat gebeuren? Ik denk niet. Ik denk dat de website... positief of negatief? En waarom is dat zo? Volgens mij wordt het gewoon aangevuld. Heeft AI al voor veranderingen voor u persoonlijk gezorgd? Ja, zeer behulpzaam. Invloed tot nu toe positief. Ook wel spannend. Ja, gebruik ik bijna elke dag. Het is mijn rubber duck. Positief. Zeker, ik kan focussen op het creatief proces. Terwijl AI mijn ideeën sneller naar de realiteit brengt. Sneller, geen websites meer. Ja, dat is toch de vraag. Gaan we nog wel websites hebben? Ben jij dat? Nee. Oh. Ik sta niet alleen in deze. Nee. Wie heeft van die was er dan? Wil iemand daar wat over zeggen?
dat was voor mij. Ik denk, hij is geïnspireerd. Ja, want het positief is dat het sneller is en het nadeel dat ik geen website heb. Ja. Tenminste voor mezelf. Waar wil jij als informatie vandaan halen? Ja, dat moet natuurlijk wel gevoerd worden, maar je hoeft het niet meer helemaal visueel weer te geven. Ja. Dus de vraag is dan, hoe zullen websites, zullen er meer een soort van kennis, zal het meer een kennisbank gaan worden in de toekomst? Ja. Dus moet je denk ik veel meer gaan nadenken over hoe informatie wordt opgeslagen. Je zou een CMS moeten hebben of zo. Ja. Ja, even kijken of nog meer. Ja, Copilot gebruik ik ook altijd. Ja, nou, overwegend positief eigenlijk. Is er iemand die echt negatieve ervaringen heeft of daar iets over wil zeggen? Een hele door ChatGPT naar de Google community gestuurd, omdat ik wist. Oh ja? Ja, zei Google maar wat daar in de community. Ik weet het niet. Ik heb het allemaal uitgesproken. Nou, grappig. Ja, dat heb ik helemaal. Maar ik heb vaak dat weer woordjes wel in ChatGPT genoemd. Oké. Misschien. Ja. Ik ben benieuwd wat voor zoekopdrachten dat dan waren, of dat we op een manier van vraag stellen. Maar het is wel interessant om daar eens naar te kijken, ja. En wat, Robert? Ja, met AI negatieve dingen, het is wel gewoon goed in de creatieve sector, voor de illustratie. Heel veel illustratoren momenteel, ja, AI wordt ook getraind, dus heel veel mensen in ieder geval. Dan ga ik bijvoorbeeld ook acties en doe prompts in veel en kijk in tekeningen. Maar heel veel artiesten horen daar wel helemaal over gerompeld. Ja. Want heel veel AI had informatie uit hun tekeningen en hun worden gewoon overbodig gemaakt. Ja. En dan hoop ik wel dat in, dat in de toekomst daar ook wel meer rekening mee gehouden wordt. Maar ja. Helemaal ja, die eerdere slide van mij hoorden we overbodig. Ik had dus dat laatste meme en die was inderdaad, I want to do. I want the AI to do my laundry instead of doing my art, so that I can do art and not having to do my laundry. Ja, dat is eigenlijk precies waar het over gaat. Ja. Ja, dan gaan we daar een manier in vinden. Sorry, Robert, wat heeft je? Nee, hoor. Wat, hè? Mijn naam is Oh, sorry. Ik wacht nog even op. Er kan ook foutieve informatie in komen. Ja. En dat niet gecontroleerd wordt. Ja. Ja, hoe gaat, ja, inderdaad, dat is zeker iets om mij in rekening te houden. Volgens mij was ook de hele lancering van Gemini is natuurlijk daar een voorbeeld van. Van hoe ga je daarmee om? Dus hoe zorg je dat het leuk blijft, maar ook waar informatie? Johan? Ja, een voorbeeld van foute informatie. Mijn vrouw en ik zijn allebei op de eerste paasdag geboren. Dus op een zondag en dan zit wel een jaar verschil tussen. Vraag je af in welke jaren ben ik weer jarig op de eerste paasdag? En kwam gewoon foute informatie. Nou. Dat je denkt van nou, dit moet toch op te zoeken zijn of zo. En dat ging tot naast ook met z'n koeten dat die ook die data misschien kan. Dus dat is mij wel even naaien ook dat ik denk, dit kan dus niet op alle feiten informatie vertrouwen. Nee. Nou, interessant. Ja. Grappig. Nou, goed inderdaad om in rekening te houden en niet klakloos alles aan te nemen wat op het internet staat. Nou ja, dat is natuurlijk al. Ik denk in dat thema gaat het over wie is de eigenaar van bepaalde informatie en hoe kunt u een keer rekening houden met de context van bepaalde informatie. Ja, ik denk dat dat wel voor serieuzere zaken zeg maar wel belangrijk is. Ja. Voor onderzoek, voor lichamen. Ja. Nou ja, ik denk als mensen zeggen van de wereld gaat zo veranderen en mijn werk wordt overbodig, et cetera, dan denk je ook de grote vraag van de komende jaren zal zijn, wat is authentiek? Ja, en hoe stel je dat vast? En wat voor de ene authentiek is voor de andere misschien helemaal niet, of minder belangrijk dat het authentiek is. Maar ik kan me voorstellen dat als je een liefdesbrief schrijft aan iemand, en je zegt tegen ChatGPT, schrijf een mooie liefdesbrief voor mij, dat die ontvanger zal zeggen, ja, maar hoe weet ik nou dat jij het hebt geschreven? Dan kun je zeggen tegen ChatGPT, stuur een minder goede, een beetje met spelfouten, zoals ik dat zou doen. En dan kan die ander zeggen, ja, maar hoe weet ik nou, ik weet nog steeds niet of jij het hebt gemaakt. Ik wil gewoon zien dat jij die liefdesbrief voor mij, dat je dat voor mij over hebt. Dus daar gaat, denk ik, de komende jaren over, wat is waar, wat is authentiek en hoeveel tijd heb je over voor een ander?
vraag. Heb je ook met suggestions gewerkt in UI? Of je dan ook echt met phrases hebt gewerkt? Dus een full phrase, zoek op één woord en dan een phrase terug. Ja. Ja, precies, ja. Dus ik ben geïnteresseerd in een vos. Bent u misschien ook geïnteresseerd in een haas of zo? Ja. Ja, in ieder geval phrases, dat je die in de suggesties krijgt. Ja. Ja, ja, daar heb ik wel ervaring mee. En, daar komt die spelchecker eigenlijk van pas. Dus die kun je daarvoor inrichten en verfijnen. En ja, dat is een heel groot onderwerp. Dus daar... Dus als je daarin wil verdiepen, dan moet je daar op gaan richten. Zijn er suggestielijsten? Bestaande lijsten? Ja. Ja, die zijn er wel, ja. Dat zou ik even moeten opzoeken waar die niet te vinden zijn. Maar die, met een gigantische woordlijsten. En dan gaat het allereerst natuurlijk vooral om spelling. Dus ja, de woorden die je vaak fouten schrijft, die worden dan daarmee verbeterd. Maar... Dus je moet inderdaad rekening mee houden dat ik van Griekenland geen gissingen van ga maken. Maar had zo niet zo'n suggesties uit de index? Ja, zeker ja. Ja, dus je kan, sowieso haal ik daar uit de index. Ja. Dus je moet zorgen dat je content goed is. Maar dat is sowieso altijd de eerste dag. Ja, misschien ook nog een eerste die speltechnicheck die je uit zien. Ja. Zou ik filters zitten daar? Die kun je zelf gaan proberen, ja. Ja, er zal wel een standaard set actief zijn. Die op de meeste tekstvelden sowieso wel actief is. Ja. Maar de laatste vraag. Ja, niet van mij, maar van de vraag. Oh. Ja, laatste vraag. Nee, toevallig de beste algoritme voor het Engels of die standaard is die volgens mij wel goed, ja. Ik krijg er een klacht over. Want die zit ook standaard, staat die aan in Drupal. Dus als je naar het procesveld gaat, hier, dan zie je dat deze dus ook gegrayed out is, stemmer. Dus kun je, omdat het standaard in Solr zit, maar het is niet voor Nederlands. Dus die moet je er echt zelf bij zetten. Ja. En dan kun je dus een keuze maken uit de default of de gebruik om dan...